Dit is De Toekomst Jeukt, de podcast van marketingbureau Max United. Voor deze aflevering ging Sis skypen met Damien Poelhekke, de man die ruim 6 jaar mee aan het roer stond bij Made.com. Welkom, Damien Poelhekke, op onze podcast, videocast misschien zelfs. De Toekomst Jeukt, laat ons even graven in jouw toekomst misschien, maar dankbaar terugkijken naar wat het verleden heeft gebracht. We zijn oktober 2020. Voor jou is dat wel een heel speciaal moment. Daar komen we straks wel concreter op terug. Je bent managing director van Made.com, tot voor kort. Hè. Mm-hmm. Mag ik jou een ondernemer noemen binnen dat Made.com-verhaal? Ja, nee zeker. Ik denk zeker als je kijkt naar wat we de afgelopen jaren hebben gedaan, dat een goede omschrijving zal zijn van wat we hebben bereikt, waar we naartoe willen en de activiteiten die daarbij passen. Je was niet een van de founders, hè? Het verhaal is ergens gestart in Londen, dacht ik. Kan je ons even meenemen naar die tijd? Ja, klopt. Dus het verhaal is eigenlijk gestart in 2010 in Londen door drie Franse oprichters, Julien, Ning en Chloe. En het idee was eigenlijk geboren bij Ning, waar hij op dat moment in een fase zat dat hij net een nieuw huis had gekocht. Hij zocht wat meubilair, design voor in zijn huis en hij was eigenlijk het laagsegment ontgroeid en wilde graag wat meer design in zijn huis, maar dat was veelal toch iets te onbetaalbaar voor hem. En daartussen was eigenlijk niet zo heel veel. En daar zag hij mogelijkheden, een gat, hij eigenlijk met het idee met Made.com en samen met van twee andere oprichters is begonnen. En zo is Made eigenlijk ontstaan. Dus echt het middensegment waar eigenlijk design betaalbaarder maken voor mensen, voor klanten. Ja, snel een vergelijking. IKEA kennen we, een trapje hoger dan IKEA. Vonden ze hun ding niet bij IKEA bijvoorbeeld? Ja, nee, zeker. Dat was het laagste moment dat ik probeerde te vermijden door de blauwe reus te noemen. Maar klopt, dus ik denk een stukje hogere kwaliteit dan IKEA. Maar wel zoveel mogelijk in de buurt komen van dat prijssegment. Dus echt net een stapje hoger daar. Van in het begin was het ook de approach om direct van de producent naar de consument een aantal tussenstappen weg te knippen. Dat was al van bij de aanvang zo? Ja, klopt. Dus eigenlijk direct in samenwerking met ontwerpers, dan wel in-house, dan wel met externe designers. En dan het laten produceren met suppliers die we eigenlijk over de hele wereld hebben en vanuit daar direct verschepen en leveren bij de klant. Dus eigenlijk al tussenstukken die normaal zijn in het proces die weghalen, waardoor je veel sneller de product kan leveren en vaak ook competitiever kan zijn qua prijs en het toegankelijker maken voor de consument. Er zijn natuurlijk een aantal rationele factoren die daar het voordeel uit maken is. Die directe consumer situatie. Maar ik lees ook heel veel dingen zoals belevenis, verwonderen, verhalen, samen vertellen, inspireren. Dat zijn allemaal waarden die eerder in de emotionele kant liggen. Ja. Is dat het stuk, grotendeels het DNA van Made.com? Ik denk dat zeker in ons DNA. Het andere stuk wat we noemen is denk ik met name de operationele kant die veel mensen niet zien wat er eigenlijk daarachter speelt. En ik denk zeker de uitdaging voor D2C bedrijven zoals wij. Je bent een internetplatform, een webshop en vanuit daar moet je eigenlijk of wil je eigenlijk klanten enthousiasmeren, inspireren door je producten te laten kopen. En veelal is dat iets wat niet heel tastbaar is, omdat het alleen maar op internet is en nu meer en meer, maar zeker toen de tijd, veel mensen zijn daar wat meer onbekend mee en dat het vertrouwen moet groeien, de merkbekendheid moet groeien en vandaar dat wij juist heel erg hameren en focus op merkidentiteit, hoe kunnen we het uitbouwen? En dat is zowel online als offline dat we dat willen bereiken. En dat het ook met klanten die relatie aangaan en vinden. Welk stuk van die taart ligt het dichtst bij jouw eigen DNA? Dat die emotioneel inspirerende factor of het rationele operationele? Ja, echt het inspireren, het rationele en de cijfertjes, dat is iets waar ik groot mee ben geworden. En dat is ook zeker, denk ik, wat bij elk bedrijf de basis moet zijn om
Een sterk begin te hebben, een fundering waarop je de rest eigenlijk wil bouwen. En waarom ik zo hamer op de hele beleving is dat als doel, uiteindelijk onze investors, mijn target zijn natuurlijk cijfergedreven, maar ik geloof juist heel erg in de approach en dat is juist van hoe kun je eigenlijk zorgen dat je top of mind raakt, wordt bij klanten en dan maakt die verkoop vandaag of morgen niet uit, maar je wil gewoon dat wanneer jij of iemand anders denkt ik wil iets in of rondom mijn huis hebben, dat Meet dan bij de top 3 bedrijven zit en dan dat zijn de bedrijven waar je als eerst gaat kijken en dan uitgaan van je eigen kracht om mensen dan te converteren. Dus hetzelfde resultaat, maar een andere approach hoe je daar komt eigenlijk. Je refereert naar hoe je opgegroeid bent tussen de cijfertjes, om het zo te zeggen. Born yeah. Financial and Made Artistic staat op je LinkedIn profiel, dacht ik. Heel inspirerende quote eigenlijk, of benadering. Je komt eigenlijk uit de bankwereld, oorspronkelijk, lang geleden intussen. Ja, nou mijn familie, we gaan wel heel sterk terug, hè, maar mijn familie, aantal bankiers, opleiding ook gedaan, finance and investments, en een logische eerste stap was de bankwereld ingaan. En met veel plezier gedaan, 2 jaar lang. En eigenlijk al redelijk snel afvragen, wat is er meer? Wat kan er meer? Is dit alles? En bij toeval via een contact gekomen toen een tijd met Zalando. Die toen aan het begin stonden van hun groeiexpansie. En ja, eigenlijk heel erg enthousiast geraakt door hun verhaal, de mogelijkheden daarin. En hun in Berlijn gejoind. En daar met name voor België ook verantwoordelijk geweest. En ja, een explosieve groei meegemaakt en gezien wat daarna weer bij Meet op een ander niveau kunnen halen. En dus ja, daar langzaamaan van de cijfertjes meer naar het creatieve, naar het merk toe zijn gegroeid. Maar juist wel, wat ik net al eerder zei, van het geloof in de combinatie van beide. Ja, u noemt Berlijn, Amsterdam. Vorige week zat je in Madrid. Daar heb ik heel leuke foto's zien langskomen, ook op social media. Ja. Je hebt een MBA gehaald in Beijing, klopt dat? Een master's. Ik heb daar mijn uitwisseling gedaan. Je bent een jongen van de wereld, denk ik dan. Stilzitten is niet aan jou besteed. Nee. Dus ondanks rij je niet met de auto of je maakt altijd gebruik van het openbaar vervoer. Ik was heel benieuwd hoe dat al in elkaar zit, of dat allemaal wel lukt. Het was geen luiheid waarom ik niet bij jou in de studio zit. Nee, ik hou erg van reizen. Eigenlijk van het ontdekken, de avonturen. En ja, een van mijn favoriete boeken sinds kinds af aan is Le Petit Prince, De Kleine Prins. En ja, die eigenlijk zijn leven, waar hij planeet, waar hij mensen ontmoet, ontdekt. Dat is iets wat ik zelf ook probeer te kopiëren, zeg maar. Dus ik hou erg van nieuwe plekken, nieuwe mensen, nieuwe avonturen aangaan. En ja, de plekken waar ik heb gewoond, dat is zo gekomen doordat de mogelijkheid, de opportunity daar was. Gaandeweg hele goede vrienden, goede relaties gehad. En dat was heerlijk. En het geeft een soort van vrijheid. En ja, dan nu eindelijk een huis gekocht in Amsterdam, wat dan meer als thuis voelt. En de reden waarom ik geen auto heb, is ik heb het eigenlijk niet nodig dagelijks. Dus ik vind het heerlijk om op andere manieren, de fiets bijvoorbeeld, onderweg te zijn. En waar nodig kan ik het lenen van vrienden of zijn andere manieren om van A naar B te komen. Super, super. Heeft corona, we moeten er even over hebben natuurlijk, op de lockdown dan heel specifiek, heeft dat een impact gehad op jouw functioneren, of het functioneren van Meet enerzijds, en op jouw functioneren als, ik noem je misschien in de inleiding ook een stuk onrustige kerel? Ja. Uiteindelijk ja. Ik denk met name op goede manieren. Dus ik denk vanaf het begin, wij waren een van de eerste die het kantoor dichtgooiden, de showroom dichtgooiden, ondanks dat dat niet hoefde van de Nederlandse overheid. Dus dan heb ik echt specifiek over het kantoor hier in Amsterdam en Berlijn eigenlijk hetzelfde gedaan. En de reden daarvoor is dat de well-being, de zorg van mijn werknemers komt voorop. En dan maakt het bedrijf daar even pas op de maat. En dat is het allerbelangrijkste. En gaandeweg persoonlijk ook wat meegemaakt in eigen kringen, waardoor ik dus wel echt de impact van corona op dichte wijze heb meegemaakt. Maar ik denk, als ik dat even terugrefereer weer naar het bedrijfsleven, natuurlijk heeft dat natuurlijk ook een beetje invloed van hoe je daarmee omgaat. Dus vandaar de zorg dat dat op nummer 1 kwam van de mensen met wie je werkt. En
Tegelijkertijd, net als denk ik de hele industrie of iedereen die online bezig is, we hebben allemaal zo'n enorme groei meegemaakt. En ja, uitdagingen, onzekerheid, de eerste weken, wat gaat het doen, wat gaat het gebeuren? En je neemt bepaalde voorzorgsmaatregelen van laten we gewoon langer termijn contracten zoveel mogelijk naar flexibiliteit omzetten. Bepaalde grote uitgaven terughouden en heel erg op flexibiliteit en performance zitten. En al snel zagen we dat daar zo'n enorme vraag uit de markt kwam. Dat we eigenlijk niet wisten hoe snel we bij konden produceren of bestellen. En dat zien we eigenlijk non-stop doorgaan tot aan vandaag, gisteren. Ja. En met de nieuwe maatregelen zal daar ongetwijfeld weer een enorme vraag gaan komen voor de digitale spelers. Je refereerde al even naar de showrooms. Die waren er oorspronkelijk niet helemaal in het begin, ja, dacht ik. Tenzij misschien hier en daar als in Rome even een tijdelijke pop-up showroom-achtig ding. Ja. Hoe zit dat vandaag? Want dat was een van de dingen, dacht ik, die ook in jullie groeistrategie was vooropgesteld. Hè? De showrooms toch wel neerpoten in Europa. Hoe zit dat vandaag? Klopt, dus we zijn mee begonnen eigenlijk als digitaal platform site. En over de jaren heen hebben we getest met pop-ups. En dat is dus heel goed gegaan. Veel vraag, vandaar die redenering zijn we dus ook showrooms gaan openen in bepaalde steden waar we zagen dat er heel veel klanten en vraag was naar ons product. En daar hebben we eigenlijk juist alleen maar een positief effect gezien. Dus vandaag de dag hebben we denk ik 8 of 9 showrooms over Europa. Die performen heel goed. Het wordt niet verkocht fysiek, dus dat gebeurt nog steeds online. En dat heeft zeker bijgedragen aan wat ik net al zei van de cijfertjes werken heel goed. Maar om het weer concreet te maken, om het meer tastbaar te maken en voor mensen om ook heen te gaan, is het gewoon heel erg belangrijk om fysieke presentie te hebben om het merk verder te doen groeien. Dus dat was voor ons eigenlijk een no-brainer. En het klopt dat een belangrijk speerpunt is in onze strategie voor de groei. Maar we hebben het voor nu eventjes op pauze gezet om ook even af te wachten hoe weer terugkomen op corona, hoe gaat dat eigenlijk de mensen beïnvloeden, hoe gaat het gedrag van winkelen zijn, gaat het veranderen en wederom, het zijn vaak contracten afhankelijk per land waar je toch 5 à 10 jaar vastzit aan een best wel een hoog kostenplaatje of commitment die aangaat en we willen dat gewoon even afwachten en we zijn heel blij om de huidige strategie van showrooms eerst uit te rollen en daar meer mee te experimenteren met nieuwe services die we ook kunnen aanbieden vanuit daar. Dus het zijn echt hubs geworden voor om lokale markten verder te ontwikkelen. Ja, ze hadden echt wel een meerwaarde voor corona dan. Ja, vooral. Ja en ja. Nog steeds hoor. En nog steeds. Ja. Past het ook in wat ik ook lees en heel mooi vind, wowing the customer, dat is jullie focus voor een groot stuk. Niet alleen met die showrooms, waar ook een fysieke, attractieve beleving. Maar ook met bijvoorbeeld Talent Lab. Kan je Talent Lab even situeren? Ja, klopt. Talent Lab is een initiatief dat we denk ik, nu 2-3 jaar geleden zijn gestart. En dat is eigenlijk om nog verder het proces van design te democratiseren. En dat houdt in dat we nog eerder in de hele supply chain in het proces willen weten wat vinden klanten mooi. En nog verder gaan, we willen eigenlijk ook jonge ontwerpers of oude ontwerpers wat dat betreft de kans geven om hun product meer te laten zien, ook meer te commercialiseren, omdat het vaak toch best een uitdaging is. En vandaar dat we Talent Lab hebben gelanceerd toen de tijd en als het ware een platform waar ideeën, het kan een tekening zijn, het kunnen een paar woorden zijn, het kan een prototype zijn, opgestuurd kunnen worden door ontwerpers. Wij maken er een selectie van, wij cureren het, is het haalbaar om te produceren met onze suppliers? Is dat een ja, dan zetten we het op Talent Lab en dan laten we eigenlijk het publiek, consument, kiezen door middel van een crowdsourcing, crowdfunding, door een kleine bijdrage en als daar genoeg of succesvolle commitments zijn, dan committeren wij ons eraan om het product te lanceren en de collectie. En zo hebben we een aantal collecties al op de markt gebracht. Ja. Ja, heel mooi ook geïntegreerd in de site. Voorheen was er iets als Made Unboxed. Ja,
Is dat verdwenen van de site? Of, niet verdwenen. Of verplaatst naar Instagram bijvoorbeeld? Ja, het is een soort van voorloper van Instagram, wil ik het niet noemen, dan te veel credit naar ons. Nee, het is iets waar nou, eigenlijk al gaandeweg in het begin al snel het idee waren van, nou, wat moois is heel subjectief. Maar we hebben veel klanten, ze kopen producten bij ons aannemelijk omdat ze bepaalde designs of collecties mooi vinden. En wij willen ook graag weten hoe staan onze producten bij mensen thuis? Hoe zien mensen hun huizen eruit? En vandaar dat Unbox toen, dat is nu alweer, het zal ook zo'n 5-6 jaar geleden zijn, gelanceerd is met het idee van je huis te delen, met foto's, met meetproducten erin, met de rest van onze meetcommunity. En dat is toen gebeurd en hebben we veel reactie, veel foto's gekregen en dat hebben we dan weer terug op de website gebruikt. En voor ons was dat heel waardevol, want wij kregen inzicht van hoe leven onze klanten in verschillende landen, waardoor onze design- en buying teams ook rekening konden houden met toekomstige trends, met nieuwe producten of collecties die we willen ontwikkelen. Dus heel, heel belangrijk en heel waardevol. En tegelijkertijd, weer terug naar de cijfertjes, als marketing of als marketeer, als ik dat deze creators eigenlijk vergelijk met wat we vaak zelf schieten of onze eigen lifestyle shoots, dan zagen we dat conversie, dat de engagement rates vele malen hoger waren, omdat het logischerwijs ook. Het voelt veel persoonlijker, het voelt veel meer herkenbaar voor de consument. Dus daar zagen we ook nog een meerwaarde in. Dus het is eigenlijk user-generated content dat we op meerdere manieren hebben kunnen genereren en inzetten en gebruiken om daar eigenlijk nog betere resultaten uit te krijgen. En dat is uiteindelijk nu weer verder samengesmolten in hoe onze brand advocacy, influencer, Instagram-strategie vandaag de dag is. Ja, wel, ik denk de groeistrategie, influencer approach, influencer marketing, de talent lab en die showrooms, dat zijn allemaal belevenisvolle entiteiten, laten we zeggen. Dat is een heel belangrijk element geweest in de brand expansion strategie van jullie. Dat drie leuk. Ja. Ja. Wat is jouw rol geweest bij bijvoorbeeld talent lab, bij Unboxed, bij dat soort inspirationele zaken? Ja, het zijn eigenlijk allerlei ontwikkelingen, technologieën, projecten die we globaal lanceren. Dus mijn rol is met name het uitvoeren, het lanceren lokaal in de markten waar ik verantwoordelijk voor ben. En het supporten van het internationale aspect, omdat eigenlijk door nauwe samenwerking eigenlijk te versterken. En dat gebeurt cross departments, misschien in de afdeling, maar met name zorgen dat het, net als het meetmerk, producten, dat gewoon onder de aandacht wordt gebracht en hoe onze strategie uitgerold wordt. Het is een onderdeel geworden van de strategie in hoe we ons willen positioneren. Dus op verschillende aspecten ben je daar eigenlijk gewoon leidend in om die projecten en initiatieven te driven. Ja. Maar die ontstaan ergens in een brainstorm in een donker kamertje nog altijd, ergens in Amsterdam, Berlijn, Londen, whatever. Ja, dan heb je wel een mooi meubilair voor dat donker kamertje. Nee, dat komt eigenlijk, of dat komt met name uit, je hebt verschillende teams in Londen, waar we dan samen zitten te denken. Dus ik kan niet expliciet zeggen wiens idee het is, maar het is vaak gewoon van, wat zien we terugkomen in andere industrieën, wat zien we terugkomen in onze eigen industrie, wat zijn voorbeelden? En daar kijken we ook goed naar. En hoe kunnen we daar onze eigen draai aan geven? En soms zijn het ook ideeën die gewoon vanuit de tekentafel komen. Dus ja, ik verschijn manieren om tot zulke inzichten te komen. Ja. Maar goed, vandaag, u spreekt nog altijd in de tegenwoordige tijd. Ja. Dat valt me wel op. Ik praat graag mee. want er is verandering in, niet alleen in zicht. Dus heel reëel. Je verlaat Mate. Mag ik vragen wat de reden zou zijn? Ik verwacht iets als tijd voor iets nieuws, een nieuwe uitdaging. Ja, nou, een combinatie van meerdere factoren. Dus klopt inderdaad, vorige week, dat was mijn laatste week bij Meet. Dus per 1 oktober ben ik officieel niet meer in dienst, actief in dienst bij Meet. En de reden is, na 6 jaar heel veel liefde, heel veel plezier. Het merk doen groeien in verschillende markten en ook gelanceerd en team gebouwd, kantoor, showrooms geopend, wat elk jaar eigenlijk een nieuwe uitdaging, ervaring en ook heel rewarding was. Dus dat was ook zeker geen makkelijk afscheid.
tijd om eigenlijk alles wat je mede hebt helpen op te bouwen, dat je dat de rug toekeert. En zoals ik al zei, het is een mix van factoren waar afgelopen maanden, dus corona, heeft ons ook meer door inzien of denken van hoe willen we ons positioneren voor de toekomst. We zien dit juist als een acceleratie van het bewijs dat digitaal, en zeker in onze industrie, nu echt sneller is toegenomen. Dus hoe kunnen we nog sneller van profiteren? En vandaar om de focus nog beter te hebben en nog meer te positioneren voor de toekomst, hebben we besloten naar verschillende onderzoek, gesprekken die we hebben gehad, om meer te centraliseren en eigenlijk de marketing, de commerciële teams en de digitale teams echt vanuit Londen op een verschillende opzet eigenlijk neer te zetten, waarbij we eigenlijk lokaal alleen de klantenteams houden, dus customer service, de showrooms en de brandteams, waar met name PR, brand advocacy en het content gedeelte ligt. En het commerciële brengen we terug naar Londen. En dat is waar ik in goed overleg voor mij een mooi moment was om eruit te stappen. En dat weer samenkomen met het feit dat ik heel erg van wat we aan het begin al zeiden, van nieuwe avonturen, projecten hou. En dat nu een heel mooi moment was om daarvoor te gaan. En vandaar dat ik besloten heb om mee te verlaten en de tijd te nemen om even na te denken wat wil ik gaan doen. En, er ligt nog niks concreet op de plank? Of? Nee. Het is echt een compleet, de situatie waar ik nu in zit, dat is denk ik redelijk uniek om mee te maken in je leven. En dat ik het nu ook kan meemaken, geeft me ook de tijd om een soort van reflectie, zelfreflectie. En er zijn verschillende ideeën waar ik aan zit te kijken. Het kan weer een hele andere industrie zijn, een hele interessante start-up skill joinen, maar tegelijkertijd ook kijken wat zijn de mogelijkheden om zelf iets te gaan doen. Dus verschillende dromen en tegelijkertijd, ik had graag willen reizen, maar dat maakte het wat ambitieuzer, maar niet onmogelijk. Dus nee, ik ga gewoon even genieten van de tijd die ik heb en opnieuw nadenken van wat wil ik en wat vind ik interessant en waar heb ik zin in. Iets meer dan 6 jaar mate op de teller. 2 jaar Zalando, hoe heeft die ervaring de mens Damien Poelhekken veranderd? Of de ondernemer? Ik denk dat echt ondernemen moet nog gebeuren. Het mij is de mogelijkheden gegeven om te ondernemen binnen hele interessante organisaties. Als ik terugkijk van, ik hoop dat ik nog vele jaren heb, maar terugkijk van wat ik er nu toe heb gedaan, dan bankieren gestart met heel veel ambities en daar echt geleerd van, er is meer in de wereld dan alleen maar geld verschuiven van één rijke partij naar de andere. En ik wil meer impact hebben op wat ik doe en op mijn omgeving. Bij Zalando mee kunnen bouwen aan een stukje van wat ik toenertijd geloofde en alleen maar bevestigd zie de toekomst. Dan heb ik het niet over Zalando specifiek, maar over internet. En dat was een hele interessante soort van lesschool in e-commerce. En bij Made voor het eerst echt mijn eigen visie, strategie met steun van de founders uit kunnen rollen op verschillende landen. En dat was waar voor mij de cijfertjes samenkwamen met het creatieve van beleving, van alles wat we net hebben besproken, en dat helemaal zelf uit te zetten en een team bouwen van 30, 40 man hier lokaal, wat meer dan collega's zijn, gewoon goede vrienden en echt in het teamwerk geloven. En dus voor mij is het heeft mij op verschillende manieren veranderd en eigenlijk steeds meer van hoe kan ik een impact hebben op het leven van mensen, op onze omgeving. En dat is ook iets waar ik terugkomen op je volgende vraag, van waar ik heel erg naar kijk, van hoe kan ik impact maken. En dat zijn omgevingen die mij het meest inspireren op dit moment. En ik denk het beste voorbeeld is van organisaties die met het label B Corp hebben, B Corporation. Dat is iets wat ik ook voor ogen heb, dan wel zelf, dan wel iets joinen, maar goed doen, denk ik echt. Dat, ja. Ik probeer het al in mijn eigen beleving goed te doen, maar nu echt meer van met wat ik heb bereikt, wat ik kan doen, hoe kan ik zorgen dat er nog meer goed gebeurt eigenlijk. Ja, en zat dat ook al
in jou in de jaren daarvoor, in het bankwezen dan? Nee. Ja. Ik denk dat ik gewoon veel egoïstischer, veel meer carrière-driven was. Wat ik nog steeds ben, maar denk misschien wat gezondere levels. En als ik kijk naar, ik heb één zusje, die is altijd wel direct goed geweest met verschillende banen waar ze in actief is. En ik groei daar langzaam heen, maar nog steeds wel met de liefde, voorliefde voor cijfertjes erbij. Ja. Als afsluiter vragen we altijd, de podcast heet De Toekomst Jeukt, waar de toekomst voor jou het meest jeukt, of hoe die het meest jeukt, en waar je denkt het meest te moeten krabben, om het zo te zeggen. Je hebt al een beetje een antwoord gegeven daar straks, de ethische, groenere, eco-kant, nog andere zaken? Ik denk dat die kant met name vanuit een professioneel oogpunt voor mij heel belangrijk is en waar ik heel erg naar aan het kijken ben. En voor de rest, wat ik al zei, het is een perfecte gelegenheid om na te denken, wat wil ik, waar heb ik zin in? En als je vraagt wat jeukt, vorige week was ik al in die stad. Het lijkt mij heerlijk om in Madrid te wonen, dus dat zijn ook, daar zit ik ook gewoon serieus naar te kijken. Dus je droom achteraan gaan, dus net als de kleine prins, dat jeukt. Fantastisch, heel mooi. Damien, mag ik je heel hartelijk bedanken om nog even terug te blikken op jouw carrière bij Mate. Ook al is het veel afgelopen, maar je vertelt het nog met evenveel bezieling als weleer. Alvast heel erg bedankt om erbij te zijn en om ons even laten te proeven van hoe de toekomst bij jou jeukt. Jij ook bedankt, Sis. Heel leuk. Dank je wel.